Oh my god. Oh shit. Oh my god. It ain't my fault. Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar Groen Nieuw via mijn kanaal Gamesvuur. En in deze video gaan wij 3 potjes Infected spelen op natuurlijk de Call of Duty Infinite Warfare. En de eerste potje is op de map. Hoe heet het ding eigenlijk? Genesis. Ik was het even vergeten, what the fuck. En we spelen met de mooie FHR-40. En Infected heeft natuurlijk weer verschillende wapens in de game mode zitten. Dus aan de ene kant is het chill. Aan de andere kant, ik vond de spas eigenlijk ook niet heel erg erg. Maar ja, we gaan het gewoon proberen natuurlijk om de dieet misschien te halen. En natuurlijk zo lang mogelijk te overleven. Dus we gaan gewoon lekker knallen. En ja, we gaan 3 potjes doen. Dus ik ben... Oh shit. Oh my god. Die spannen daar echt zo dichtbij mij, hè. We gaan gewoon kijken, jongens. En Genesis is natuurlijk niet de grootste map. Dus waarschijnlijk gaat dit ook echt snel voorbij. Dan gaan we het natuurlijk gewoon proberen. Een FHR is zo'n recoil-wapentje, jongen. Het ding is echt recoil tot hier. Het zit allemaal hier binnen. Ik ga er gewoon op af. Want ik... Oh my god. Oh ja, de... Oh, kut. Oh, je kan natuurlijk niet reload cancelen, omdat je geen secondary hebt. Kijk, je kan niet switchen. Dat is wel kut. Dat moeten we echt ophouden. Okay, heb je die andere ook, teammate? Zitten er allemaal? Die teammate... Oh my god. Deze mensen die rennen er wel lekker op. Oh my god. Deze infected zijn goed hoor. Oh, ze hebben echt pot veel mensen genaaid. Hey, Cambodje. Wacht, ik heb zo'n mooie granaat. Oh kut, ik gooi die daarheen. Oké, ik dacht dat je hem weer terug kon trekken. Of nee, toch niet. Dat kan toch niet. Hots. Minimum. Waar gaat deze vet gewoon? Op hier links. Ha. Voorspelbaar vriend. Maar we gaan wel lekker hoor. We hebben wel veel kills. Zo, kut. Oh my god. Maar dit ding hipfire chill, jongen. Holy shit. Maar hoeveel mensen komen hier nu, jongen? Het is echt druk. Oh my god. Via links. Rechts. Oké, we gaan terug. Ik ga terug. Het wordt me iets te druk. We gaan 9-0. En we zitten er nog met 8 mensen tegen 9 man. Dus op zich kan er nog alles gebeuren. Ik ben echt benieuwd waar dit gaat stranden door dit potje. Oh, we hebben trouwens ook zo'n smoke ding, maar daar heb je echt geen zak aan. Want ja, je ziet er alleen zelf juist niks meer door. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel heel veel goede bedoelingen. Maar toch, weet je, we hebben het meegekregen. Dus op een of andere manier, je kan het wel gebruiken als er heel veel mensen achter je zitten, weet je. Dan kan je het gewoon neerpleuren en dan zien ze je ook het niet. Oh, scheef. Hij blijft achter liggen. Nou, ik wacht gewoon totdat hij naar me toe komt. Kijk. Oh shit. Oh, hij kwam wel heel dichtbij. Oké. Okay. Oh fuck, er waren veel te veel. Ik zat op die fucking immense. Of die guys voor mij te aimen. Maar holy shit, we hebben gewoon 13 kills, hè. 13 omheen. Kijk, en als één iemand gewoon dood gaat op laatst, gaat gelijk het hele enemy team dood. Dus ja, we gaan gewoon die laatste 2 nog even vinden. Die zit hier waarschijnlijk hierboven. En dan is het potje alweer afgelopen, jongens. Zit ze hierboven? Ja, hier, kijk. Oké, okay, wacht, wacht. Als hij hier aankomt, dan is hij dood. Oh, kut. Kut, teammate. Oh, die was zo close. Oh, hij is al dood. Ik had hem zo close, hè. Holy shit. Maar jongens, we gaan natuurlijk 3 potjes doen. Dus we gaan even een mooie killcam afkijken. En dan gaan we op naar game nummer 2. Mooie killcam van You. Tryhard heeft in de clan tag staan. Dus ja, jongens, we gaan naar game nummer 2. Tot zo. Zo, mensen, zijn we natuurlijk bij game nummer 2 aangekomen. En deze keer stond op de map Frontiers. Sorry, ik was echt met precies kut laden even. Jezus, man, die laden zit ook weer in de weg. En wat leuk is, we zitten met de spas. En dat is echt een super ziek wapen. Ik vind het wapen super nice. En het is op een lekker kleine map. Dus waarschijnlijk gaat het niet heel lang kunnen overleven. Maar de spas, jongens. Oh, ik hou van dit wapen. Dit is een van mijn lievelings shotguns. Ik heb hem ook al goud, trouwens. Ja, dat komt ook natuurlijk omdat ik puur veel Infected heb gespeeld. Oh, kut. Schiet hem dood, jongens. Oh my god. Lol. En ik zit in een lekker grote lobby natuurlijk. Ziet er super veel uit. Super veel mensen. Hey, Games for Real Guy. En nog één. Hey, lol, jongens. Hey, welkom, man. Soft Age in J nog wat. J nog wat. Wacht, ik moet hem ook even in de video doen. Even zien. J442A375, jongens. Hey, super sick, man, dat jullie de Games for Real Clantic hebben. Dat is altijd wel geinig. Welkom, jongens. Oké, we gaan dus met 2 Games for Real grappies gaan we natuurlijk dit gewoon ownen. We are the best infected players. Oké, we gaan gewoon lekker hier blijven, want ik vind het wel een mooie kent. Ik denk dat ze altijd via onder komen. Maar er is nog iemand met een wapen als infected zijn. En ik durfde dan nooit op... Oké, hij heeft precies nu al fucking de kill gemaakt. Maar ik durf dan nooit echt erop af te rennen als diegene nog een shot kunt teruggeven. Want één keer in... What the fuck? I'm chilling over there, man. Wauw, held. Wat een mooie gozer, jongen. Oké, dus een...
Oh, er is weer één geliefd hoor. Jongens, lief niet, man. Ga eens een keer iets later eten of zo. Ja, ik weet niet of hij moest eten, waarschijnlijk niet. Ik dacht, had ik gewoon geen zin meer. Hij zit daar of niet? Waar zit hij? Yo! Hey, jongens! Yo, jongens. Oké, kijk uit, jongens. Straks gaan we daar dood. Welkom, jongen. Hey. Oh, wow. Was dat een troonhive? Of was ik nou... Oh, nee. Ik dacht dat het een troonhive was. Oké, daar loopt hij. Daar loopt hij. Hij loopt daar. Jongens, kill hem. Oh, iemand heeft hem al met een trimmine. Hij moet wel even naar kill gaan maken, hoor. Dank je. Hier. Die timing, jongen. Oh, ik moet dat... Oh, shit. Thanks, teammate. Oh, Softhive zat daar weer een leventje gered. Thanks. Het is altijd wat chill, man. Mensen die je leven redden. Oh, hier is Tactical Insurgent. Oké. Okay. Laat mij dit skill. Ja, hier. Oh ja, het is nu een strijd om kills natuurlijk. Want ja, er zijn maar twee infected. You fucking what, mate? Oh my god, ik heb dit altijd in infected, hè. Oh. Nou. Ik kan het nooit, jongen. Ik ga er altijd veel te hard op afrennen. Want ik krijg dan anders geen kills, weet je wel. Ik ben zo'n aasgier die voor kills wilt. Nou, dan gaan we gewoon lekker iedereen die... Knijven. Haha, prank. Sorry. 1-44-2, sorry man. Oh, ik word gespant, Rip. Dankjewel. Hier, nou zijn er al gelijk 4 mensen dood. Oké, we gaan iedereen knijven. Kom op, jongens. Kom op, let's do this. Oké, ik ga dood. Trimheim. Ik zag hem te laat. Maar nu heb ik die weg wel vrijgemaakt, dood. Dus hier, dat is een voordeel eraan. Oké, troonhive. Ha, is er rook. Is er rook. Oké, drop af. Niemand heeft me door niet. Ah, jammer. Kut, jongen. Kut, Matthias. Ik kon daar zo mooie kills maken. Maar kut! Wacht, samen trim... Oké, met... Huh, hij heeft een infected poppetje. Dat is fucking droog. hij doet nu zich voort als een infected grappie. Zouden hier mensen zitten? Oh, hier zit niemand. Wacht, ik kan tussen die stoelen gaan liggen nu. Wat zou ik voor de grap dit een keer doen? Oh, ik stoot mijn microfoon aan. Als er één iemand hierin komt, hè. Let op. Ik ga hier staan. Of zou ik erop afrennen? Wacht, die gaat nu ook. Oké, wacht. Nog 3 seconden. 3. 2. 1, nu. Hot, we hebben die. Nee, ik kon daar zoveel mensen hebben. Oh, een paar mensen moeten weer opletten. Oké, nou, we hebben wel iemand gekillt, though. Dus dat is wel chill. Oké, dat is die guy. Hij let op. Kut. Oh nee, dat is die Irieks. Kom op, man. Je moet even dood. Nog 4 man, hier. Als ik dood ga, dan gaat gelijk de hele boel naar de goorsjes, hè. Nee, oh, die Softhive. Softhive, je leeft nog, gast. Kom op, gast. Waar is die? Oh, kijk hem springen. Ik ga je niet killen. Oh, kijk hem, gast. Waar is die nou? Oh, ja, hij leefde zo fucking lang. Oh, die man, jongen, die jumpt over iedereen en alles heen, jongen. En dan moet een banan-turk moet natuurlijk weer hem killen. Oh, nee, dat is iemand anders, hè? Huh? Maar Softhive, jongen, lekker, gast. Deze man is goed, jongen. Wij gaan natuurlijk 3 potjes doen. Dus op naar game nummer 3. Zo, jongens. Oh my god. Nee. Zo, jongens. Welkom bij game nummer 3. Oh my god. We moeten met de sniper natuurlijk dit gaan doen. Oh my god. Dit gaat zo fout. Ik kan echt niet snipen op deze game. Maar we gaan het ook proberen op de map Throwback. En onze games voor heel vrienden zitten nog steeds in. Echt super sick dat jullie... Ja, het is altijd wel vet, jongen, om mensen tegen te komen die je kennen. Het is altijd wel sick. Dus, Softhive, jongen. Super tof, man. Super tof. Oké. Okay. Oh, daarboven. Oh, hij heeft hem geknifed. Ik dacht dat hij hem snipte. Wacht, hij gaat hier komen. Let op. Teammate, Softhive, kijk uit. Waar zit hij hier? Wacht, als jij hem daar niet doet, doe ik hem daar niet. Dan kan hij gewoon 2 keer er niet doorheen. Dat is wat chill. Oké, ik ga altijd eerst op die treinen daar zo. Maar aangezien ik een sniper heb, weet ik niet echt of dit heel slim is. Fuck it, we gaan het gewoon doen, jongen. We gaan het gewoon doen met de gang op de bus, jongens. Welkom allemaal. Pap, pap, pap. Ik dacht serieus dat ik iemand knifed daar. Kijk, zie je die tripmine? Altijd die tripmine daar zit, jongen. Ze proberen altijd te sneaken via die behind the dinges. Als die geraak was, jongen. Soms dan een quickscope of wat. Weet ik veel wat ik doe. Ik gewoon random. Iemand kan je uit in je rug, hè? Oké. Het zal wel. Jongens, we moeten dit gaan ownen, man. Wij zijn de snipers, jongen. Wij zijn de MLG snipers. Iemand daar? Oké, nee. Kijk, maar dit is wel overpowered. Want als ze via hier komen, gooi je scope erop pleuren. En ze kunnen er gewoon niet doorheen. Oh, daar is iemand. Teammates kruid. Hij loopt via de... Oh, hij gaat via hier. Teammates, let nou eens op. Niemand heeft hem gezien, maar ik wel. Oh, ik... Oh, soft ijs, jongen. Oh, hij heeft hem geknifed. Het is altijd wel raar, hoor. Om een infected guy te knifen. Want dan heb je hem gewoon iets eerder geknifed. Waardoor jij... Oh my god, hij krijgt gewoon een trip. Oh my god, die soft ijs is echt goed in infected, man. Ik kan nog wel wat leren van hem. Hij is wel goed. Hij heeft gewoon een dubbelkill met zijn tripmine. Dat zegt wel wat.
Gewoon, hé, hey, ik heb een dubbele kill. Hij heeft gewoon de 10 kill, moet je nagaan. Oh my god. Infected skill alsjeblieft even iemand. Hoe? Waar? Ik weet ook niet waar ze zijn. Hier denk ik. Hallo? Infected, zijn jullie weer in de boerenstuin? Ik zit altijd... kijk aan. Haha, doei. Zit hier nog één? Nee. Ik zit altijd random te kut, jongen. Als ze gewoon... Oh, als ik gewoon niemand zie, dan ben ik altijd aan het rennen, praten, weet ik veel wat ik zit te doen. Dus dan weet je dat alvast. Sorry daarvoor. Oh, oh, oh. Hots, en daar rechts zat er ook één. Maar die komt niet, denk ik. Nee, die gaat omlopen. Die komt via hier of zo. Jongens, kijk uit, hè. Ze komen eraan. Zijn we nu met z'n drieën. Pff, spannend. Eentje meer dan toen. Pap. Ik wil sniper kill, man. Ik ga strijden voor die sniper kill. Oh! Er is weer iemand genaaid. Zit hij daar dan? Oh, nog iemand genaaid. Oké, oké. Bam! Oh, als die raak was. Dat was fucking mooi geweest. Oh, kut. Teammates. We zitten met alle op deze bussen. Dit gaat gewoon fout. Het gaat de fout kill. Oh, oh. Zo. Teammates kunnen ook snipen. Bam! Oh, die lekt, die lekt. Kijk, gelijk als... Als er een infected op ons afkomt, gelijk de hele bus... Oh, what the fuck? Waarom zit niemand hier meer, man? Wat is dit nou weer voor ongein? Oh my god. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Iedereen is dood. Nee! Oh, benanturk. Kutjong. Oh my god. Oh, opeens was iedereen dood, hè. Oh my god. What the fuck? Is Sofie ook al dood? Ja. Oh my... Oh, kut. Ik heb die trip mijn overleefd. What the fuck? Waar zijn die laatste twee? Sowieso hier ergens rechts, daar aan die kant van de map. Zit hier iemand? Nee, oh my god. Oh ja, hier, ik zeg het, jongens. Zit altijd hier als laatst. Waar is die andere dan? Er zijn toch twee? We rennen nu achter één iemand aan. Maar waar is die andere? Dat is wel chill, want die... Oké, nu gaat hij raden. Oké. Oh, hij is al dood. Oh my god, maar we... Ik zat opeens... Ik ging terug naar de plek waar altijd iedereen zit. Maar er zat gewoon niemand, hè. Dus al die infecties kwamen daar naartoe. Holy shit. Softage jongen heeft final kill. Hij is echt goed, man, deze guy. Sick, man. Dit was natuurlijk... Ik vond het echt een leuke video natuurlijk om te maken. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. En een leuke reactie wordt altijd gewaardeerd. Zou ik super tof vinden. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens.